Oh, ik ben zo erg hyped. Als je niet wist dat deze game zou uitkomen... Bro, je leeft echt onder een steen. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen, maar in ieder geval smash even op die like... als jij zelf ook als Spider-Man zou willen rondslingeren. Here we go, het Marvel logo. Ik heb hier zo lang op gewacht. Deze Spider-Man game gaat niet over Peter Parker, maar deze gaat over Miles Morales. Peter Parker komt er wel in voor, maar je kijkt nu een soort van door de ogen van Miles Morales. Wat echt super vet is. Dus je gaat bijvoorbeeld ook samen met Peter Parker als Spider-Man vechten, wat super tof is. Heb je de vorige story nog niet gezien? Check die even via de link in de beschrijving. Check dit. Oké, hij zit dus in de metro. Ik zie daar iets. Roxxon. Ja, daar heb ik over gehoord. De nieuwe villa van de game is Roxxon, volgens mij. Energy Olympia. Oké, begin. Wat? Oké, 6 save slots. Here we go. Kijk, Miles. Lekker naar memes aan het kijken. Hoppa. Reddit aan het scrollen. Ik doe wel amazing. Is amazing normaal? Ja, amazing is denk ik gewoon normaal. Oh, wat is dit allemaal? Ik klik wel gewoon op start. Here we go. We gaan beginnen met Spider-Man en Miles Morales. Trouwens, is die vrouw niet van de campaign? Dat is iets met pannenkoeken of zo. Dat weet ik nog. Oh, en de Daily Bugle. Mr. Roxxon. Here we go. Volgende halte, 125 Street. Miles, lekker in het dagelijks leven met een koptelefoontje. Oh, hij laat ook iedereen voor. Wat een aardige jongen. Ik sorry als ik niet genoeg kan commentaten. Ik vind dit... Ik ben zo hyped. Ik zit nog wel even op het campagnekantoor. Oh ja, ik heb gezien. Dus de moeder van Miles, Rio, die doet een hele campagne of zo. Die start als eigen politieke partij. Oké, dus hij heeft net een moeder gehad. En oh my. Dit ziet er sick uit. Yo. Dit is lijp. Kijk hoe ze... Ja, Rio Morales. Hé, maar je hoort niks met die koptelefoon, Miles. Check hem. Oh, hij helpt ook iedereen. Ja, omdat hij natuurlijk super strength heeft. Oh, dat zijn de Spider-Man spierballen. De nada. De nada. Wow, maar dit is zo mooi. Deze map ziet er zoveel sicker uit nu al. Oh, met die overgang van muziek. Dat is zo cool. Wat is er? Oh, dat is die Spider-Man die we eerder zagen. Yo, dat is sick. Maar van als je Spider-Man Into the Spider-Verse hebt gezien, heb je gezien dat Miles ook Graffiti en Verve leuk vindt en zo. Oh, hij helpt iedereen. You think you're gonna add that new Spider-Man too? Yeah, maybe. Original's just my guy, you know? Je bent de school... Je bent geroast. Die guy is zojuist de nieuwe Spider-Man geroast, terwijl je dat niet eens wist. Maybe leave a little room for the new guy. Zo expose je jezelf straks. Als je dat zo vaak opbrengt, dan gaan mensen je echt verdacht vinden. Een beetje humor moet er ook bij. Theo's Grocery. Hij krijgt een bericht. Daily Bugle. Het convoy vertrekt eerder. Oh, dat is Peter. Oh, nee. Nu kan hij niet naar de supermarkt. Jammer, man. Oh, kijk naar zijn suit. Die lijkt op die van Spider-Man Into the Spider-Verse. Met een hoodie, met de Jordans. Met de schoenen. Dat is hetzelfde. Oké, oh, dit is lijp. Gaan we beginnen. Oh, die Jordans. Dit pak is zo sick. Here we go. Het heeft exact dezelfde controls. Woehoe, dit is zo sick. Of we bellen met Spider-Man. Oh, maar kijk. Miles beweegt heel anders. Kijk, hij heeft hele andere bewegingen. Dat vind ik echt vet. Kijk, hij heeft een beetje zijn eigen bewegingen gedeveloped. Oh, ik voel me weer thuis. Oké, ik moet ook een beetje luisteren. Oké, ja, de octopus-probleempjes zijn inderdaad opgelost. Oké, dus er is een... Er is een convoy van... Oké, oh, hij gaat nu met zijn moeder bellen. Ik probeer wat te zeggen. Yo, zie die webflits. Hij doet dat heel anders. Kijk. Kijk. Oh, dat is zo sick. En dit doet hij ook anders. Kijk, hij doet het hier met dubbel dingetjes. Dat vind ik een beetje leuk. Hij heeft zijn eigen stijl. Kijk, hij doet met twee handen. Gaat hij zo over een gebouw. Dit is lijp. Nou, nu we klaar zijn met de moeder, wil ik eventjes kijken naar deze model. Yo, dit pak is sick. Zie die schoenen. Dit is zo lijp. Hij heeft ook zijn eigen stijl. Maar zo te zien moeten we dus een convoy van de raft. De raft is die gevangenis, voor als je niet meer weet. Daar gaan dingen fout of zo. Yo, maar kijk, hij heeft volledig zijn eigen stijl. Dat vind ik zo lauw. Kijk, als je hier doet, kijk, hij doet met twee handen. Oh, dat is zo sick. Dit is... Ik ben zo hyped. Ik ben echt beyond hyped. Oké, be cool. Oké, okay, rustig aan. Here we go. Dat is heel erg normaal. You can handle it. Nou, je moet ook niet tegen jezelf liegen, Miles. Maar here we go. We zijn er. Oh, weet je hoe lekker dat zou voelen? Raketbrandstof. How are you drinking? Very, very carefully. Wat? Hij drinkt ondersteboven. Meneer Peter, hoe doe je dat?
Oké, daar gaan ze samen. Ik vind het suit van Miles er veel vetter uitzien. Change my mind. Ja, is dit je eerste operatie, Miles? Bro, maar dat is wel sick. Nu kan je gewoon twee Spider-Bros zien. Oké, dus dit is een convoy en ze hangen onder een helikopter, de prisoners. Vulture, Scorpion. Oké, dus hier kan Vulture, Scorpion of Rhino in zitten. Oké, dat klinkt als iemand groter. Ik gok dat het Rhino is. Ja, kom op, Miles. Je kan het. Kom op. Oh. Is dat niet een beetje weinig? Is de... Oh. Miles, je valt echt hard. Pas op. Gewicht is niet in balans. Maar wat als hij er niet... Hij was bijna dood. Hij was nu al bijna dood. Dan was de story al voorbij. Hoezo is dat zo slecht vastgemaakt? Oh nee. Red het. Oh nee. Zet je schap. Oh, dat zijn heel veel doden. Oh nee. Maar... Hoe krijg je dat dan weer voor elkaar? No. Oké, dat vind ik erg knap. Oh nee. Wie is dat? Hello. Oh, het is Rhino. Spiders. Ja, nu moet je een S'je erachter zetten. Hè? Er zijn nu twee van ons. Oké, here we go. Kijk, Miles die doet niks. Oh jawel, laat maar, je dodgen. Miles moet nog een beetje oefenen. Oh nee, iedereen ontsnapt. Dit wordt onze eerste fight scene. Oké, ik weet het nog een beetje. Yo iedereen, welkom bij deze nieuwe fight. Oh, ik heb dit gemist. We kunnen ook al meteen air attacks. Oh, dat is super sick. Spider-Man heeft al zijn tricks geleerd, want Spider-Man kon aan het begin geen uppercut. Oh, Miles die vraagt vriendelijk of we niet meer willen vechten. Hoppa, en uppercut. Oh, hij doet niet eens een uppercut, dat is zo sick. Oh, pas op. Oh, die kick voor je gezicht. Dit voelt echt nice. Het is hetzelfde als vorige keer, wat ik echt heel erg nice vind, dus... Ik hoef niet meer te leren in ieder geval. Wat doet... Rhino heeft wat nieuwe moves, hij kan nu springen. Oh, nee. Oké, ze hebben nu wapens. Oké, ik ga die guy... Oh, we leren ook webshooting. Let's go. Oké, genezen. Here we go. En die doen we zo. Die doen we zo. Oh nee, er komen meer mensen. Dat is Rhino. Spider-Man, je moet het wel onder controle houden. Zie Spider-Man. Hij is aan het surfen. Oh, hoppa. Even doortje. En zo. Zo. Oh, zo. Hoe ik moet een beetje concentreren. Laten we met objecten gaan gooien. Oh, let's go. Hier, oh, nee. Ho. Sorry, het gaat een beetje fout. Beetje wennen. Oh, ik sprong dik over je heen. Hoppa. Web, kom op. Ho, nee. Ho. Ligt het aan mij of aan Miles? Ik denk dat het aan mij ligt. Oh, jullie kunnen me echt niet raken. Jullie zijn zo bad. Ik ben nog een groentje. Jullie kunnen me niet eens raken. Met jullie schattige pistooltjes. Oh nee, ze ontsnappen allemaal. Wat een poesie. Jij begint met vechten, dan eindig je het ook. Oh, hij heeft hulp nodig. Oh, gaan we Spider-Man helpen of gaan we achter die mensen aan? Oh nee. Die was aan het filmen. Wat doe je? Oh nee. Hij moet iets kiezen. Je moet Mr. Spider-Bro helpen. Die escapees gaan echt minder doen dan Rhino. Oké. Oh, dit is al meteen zoveel actie. Ik kan het niet aan. Dat is foute boel. Hoe heb je dat niet door? Je zit daar chill een donutje te eten. We gaan naar binnen. Here we go. Punt. Lancering. Wow, dat was sick. Yo. Bam. Oh, nee. Oh, pas op. Die blies bijna op. Oh, nee. Of wat doet hij? Hij pakt de bord. Ik kan het helemaal niet meer volgen, het hele gesprek tussen. Oh, dit is sick. We gaan even snel webslingen. Oké, Miles kan nog niet zo heel snel webslingen. Hij is best wel sloom, dat merk je wel. Oké, samenwerken, dat lukt wel. Ja, ik ben bezig. Oké, wow! Get dodge, bro. Doe het. Ga je gang. Wij moeten alles doen. Ben je gek?
Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, ik moet alle obstakels ontwijken. Wat, dit is zo sick. Dit is een soort minigame. Spijt me, ik probeer jullie niet te doden. Oh. Nee, het monument. Oh nee, oh nee. Oh, daar, oké, daar is Peter. Daar is Peter, daar is Peter. Help me, ik zit in de stress. Het geluid is enorm hard. Iets zachter. Oeh. Oh nee, ik volg het niet. Nee, dat is de koptelefoon van Miles. Stop. Oké, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Bam. Wow. Dat is sick. We redden een baby. We hebben zojuist een baby gered. Op echt de meest MLG manier ooit. Get. Owned, Rhino. Je bent geowned. Je wordt daadwerkelijk geowned door een jongetje. Oké, we hebben dus zojuist een baby gered. Pas op. Oh, dat is damage. Dat is damage. Pas op voor al die mensen. Nou ja, de mensen boeien niet. De reclameborden wel. Oh, thanks, Peter. Die houdt dit bord omhoog. Naar de troon. Oh, laat maar. Ze hebben het helemaal niet door. Meneer Kersman, uw hele troon is al gesloopt. Oh. Rhino Rodeo trofee. Wat doet de kerstman ineens raar? Ik weet het niet. Here we go, we gaan meteen weer door. Dit is echt te veel actie voor mij. Wallrun, hoppa, let's go. Rhino die heeft wel wat meer mobility gekregen, man. Zo, hoppa. Oh nee, de moeder van Miles belt. Je moet echt wat betere smoesjes gaan verzinnen. Peter was daar toch wel even iets beter in. Oh, pas op. Dodge. Oké, ja, dat, ik doe mijn best, Peter. Ik doe mijn best, meneer Peter. Om te stoppen. Oh, pas op voor die explosie. Yo, dit voelt sick. Wat doe je? Oh. Ik wou dit zeggen. Je weet dat Rhino het zeg maar ook kan horen. Nee, nee. Ja, hij explodeert zichzelf. Mooi toch? Doe maar. En go, explodeer. Oh, oh, dat doet pijn. Hoe leef je nog? Oh, de is Peter dood. Overal zijn de lichten uit. De power in de stad is weg. Oh nee, er zijn escapees. Ze hebben rocket launchers. Het speelt zich precies af na de vorige Spider-Man. Iedereen heeft nog steeds dezelfde gear. Spidey sense. Nee. Een rocket launcher. You gotta be kidding me. Woo! Get out, boys! Hoppa, hop, hop. Bam! Oh, 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 ik word per ongeluk geslagen. Oh nee, wat jammer. Hop, hop, hop. Ja, Miles, niet zo zeiken. Je moet wel een beetje lauw doen voor hen. Zo, en zo, en zo, en zo, en zo, en zo. Oké, dit wordt allemaal wel heel erg gek. Hoppa, zo, get dodged, kiddo. En get dodged again. Oké, dat zijn de eerste mensen. Ze moeten ook daarboven. Hoppa. Yo, dit voelt zo sick. Miles heeft echt zijn eigen stijl. Oké, here we go. Oh, ik wil even Miles' stijl zien. Oh, dat was sick. Yo, die was sick. Deze zijn veel sicker dan die van Peter. Deze zijn veel sicker. Hé, Miles, je bent ook gewoon een coolere gozer. Dat is ook gewoon zo. Dat vindt iedereen volgens mij. Hoppa. En afmaker. Hoppa. Get dodged. Oh, met die vuist ook. Oké, waar zijn ze? Niet meer hier. Oh, oh. En yo. Yo, iedereen. Mag ik ook bij het feestje? Oh, Rhino is daar. Pas op. Pas op, pas op. Webslag. Here we go. Ik ben back. Je dacht dat Rhino mij had verslagen, hè? Maar nee, ik ben er gewoon weer. Ik ben er gewoon weer. Oh, afmaker. En hoppa. Die transition was zo smooth. Zag je dat? Die was echt smooth. Oké. Dan doen we even die. Hoppa. Die. Oh, je hebt je eigen buddy doodgeschoten. Hoe voelt dat? Hè? Oh, hij leeft nog. Nu niet meer. Let's go. Ik luister helemaal niet meer naar Peter. Oh. Oh, die transition was heel smooth. Spider-Man, you good? Hoezo noemt hij niet Peter? Hij noemt hem nog steeds Spider. Oh. Ja, voor het als die hem exposed. Nee, Peter niet doodgaan. Nee, ik heb echt een gevoel dat Peter aan het begin van de game doodgaat. Waarschijnlijk gaat hij dood. Waarschijnlijk gaat hij dood. Oh, hij leeft. Hij leeft. Oké, maar waarschijnlijk gaat hij dood. Ik zit zo in de stress. Oh, hij werkt niet meer. This one will do.
Het is nu geen tijd voor grappen, Rhino. Nee. Nu al Rhino boss battle. Bescherm Peter, bescherm Peter. Je gaat niet weg. The hell? Yo, let's go! In zijn face! Yo, waarom deed je dat net niet? Je hebt elektrische stroompower. Hij is kansloos. Peter, je bent echt slap. Weet hij niet wat het is? Heeft hij dat nog niet ontdekt? Stroomstoot. Oké, hier, kom dan, hè. Venomstoot. Oh, oké, dat was geen venomstoot. Pas op. Val Peter niet aan. Oh, en ik heb venomstoot en ik ben geraakt. Oh, nee, ik heb mijn venomstoot. Ik heb mijn venomstoot besteed aan healen. Get owned. Oké, dus we moeten hem alleen maar ontwijken. En dan kunnen we nu venomstoot. Woehoe! Oh, dat is zo sick dat er nu in zit. Ik had hier een beetje mijn twijfels over, maar dit maakt het zoveel leuker. Oh, sorry hoor, Rhino. Kan je hier boven komen? Nee, hè? Oh, hoppa. Gooi het even met een boulder. Hop. Haha, too bad, bro. Hier. Oh, wat schattig. Oh, je kan me niet verslaan, hè? Een tiener. Oh, oh. Oké, never mind. Wat? Miles, je hebt het helemaal verloren. Wat doe je? Oké, gelukkig zijn we nu niet meer bij Peter Parker. Oké, oh. Nee, we gaan weer een rodeo. Moet ik hem op die manier damagen? Oh, kom dan, hè. Woo! Get dodged, kiddo! Je bent keihard gedodged. En Venom stoot! Yo, ik geniet van een Venom stoot. Let's go. Wow. Rodeo. Oh nee, we doen geen rodeo. Hier, Venom stoot. Hoppa. Yo, dit is zo sick. Ook hoe ze het introduceren is echt sick. Hoe lang zijn we bezig? Oh, nee. Oeps. Ik was aan het kijken hoe lang we aan het opnemen waren. En ik heb de quicktime event gefilterd. Het spijt me, Miles. En get dodged. En zo. Oh, hij was al gestunt. Ik heb mijn Venom Punch geweest. Hoppa. Woo! En here we go. Hij kan ook op zo'n hoge afstand. Dat is echt sick. Ah. Ah, kijk hem struggelen. Hij doet zijn laatste hoop. Hij gooit met een houten kratje. Dat had Peter niet verwacht. Dat had hij zeker niet verwacht. Zijn handen zijn helemaal heet. Oh nee. Nog net. Oh, ik ben zo blij dat Peter nog leeft. Hoe lang zijn we bezig? 22 minuten. Oh, daar is Roxanne. Is dit gewoon een nieuwe soort zilver hoed ook alweer heet? Ik weet het even niet meer. Maar die ene vrouw van de vorige Spider-Man. Oh, even rust. Guys? Wie is dit? Guys? Wow, just Simon Krieger. Head of R&D at Roxxon Energy. Pleasure to meet you. You too. Voor het eerst iemand die ons niet haat. Ball landed in your yard. No. Actually did us a favor. We just bought the place. We're planning to tear it down for a build. But looks like you beat us to it. I wanted to thank you. Both of you. You are going places, bud. Thanks. But he's still dangerous. Nah, we'll hold him for the police. You know, I always think these super troopers are overkill until something like this happens. Oh, duty calls. Ik denk dat deze guy een traitor is, maar voor nu is die aardig voor ons. We eten pizza samen. Hey, look. Oh, hij is jaloers, Peter is jaloers. Run test tomorrow. A little voltage analysis. Oh man, yeah. Sorry, I've been meaning to tell you. Peter ziet er heel apart uit. For the next few weeks. Is some kind of PJ. Oh, jij gaat naar zijn eigen. No. Stad of niet? MJ's headed overseas for the Bugle and requested me as her photographer. Kind of a working vacation for us. Oh, man. Miles gaat alleen. Look, I don't know if I'm ready to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved. Dat is wel zo. Hij heeft Rhino verslagen. Lucky. Hey. Dat is wel zo. Dat je bio-electricity hebt. Zelfs Peter is jaloers. En dan ga je dood. Oh, hij heeft een cadeau! Christmas present. But first, is het een pak? Gotta take the oath. I promise to do everything in my power to protect this city. Nee. I promise. That's it. That oath a real thing. Totally.
Definitely didn't just make it up. En hij gaat nu Lusu. Only Spider-Man. De enige Spider-Man van New York. Oké. Okay. Hij is de enige hero in de city. Dit is wel sick hoe ze dit begin hebben gemaakt. Dit is echt sick hoe ze dit hebben gemaakt. Een beetje tutorial en dan dit. Hou je webschieters vast, hij is de only Spider-Man. Hoe sick zou dit voelen? Even serieus. De skills. We hebben dus allerlei nieuwe skills en nu ook de Venom skills. En er komen ook nieuwe. Er staan vraagtekens. Je bent een level hoger. Ja, ik weet hoe dit werkt. Ik ben niet dom. Je kunt nu tweede afmaken. Oh, dan kan je meerdere afmakers opsparen. Dit worden heel veel keybinds. Die en die. Dus een normale Venom punch plus springen. Dan doe je dus een soort shockwave op de grond. Die Venom punch is letterlijk echt het beste in de game. Oké, okay, Hell's Kitchen. Dat is toch het programma van Gordon Ramsay. Hij weet dat je hebt het nu al doorverteld. Ben je dom? Hij heeft het nu al doorverteld. Miles, dit gaat niet goed komen. Je moet nooit iemand anders vertrouwen. Nooit. Het is wel leuk, want we hebben een buddy die echt pauper jaloers is. Oké, okay, maar ik moet dus nu iets laten zien. Oh, ik ga hem die Venom Punch. Ik ga hem 1000% die Venom Punch. Oh, kunnen we? We kunnen nu al trucjes. Spider-Man heeft ze ons allemaal geleerd. Oh, zijn het dezelfde? Oh, die is zo vet. Dat is sick. Is dit de plek waar we gaan afspreken? Oh ja, daar staat hij. Oh. Huh, is dit voor hem? Yo, oh, ze gaat samen uitpakken. Maar je hebt het nu al doorverteld. Het is een pak. Ik wist het. Ik heb het niet verteld. Maar dit is een, denk ik, het zwart-rode pak, right? Dit is sick. Ja, maar ik vind deze... Sorry. Ik vind het zwart-rode pak niet cool. Dit vind ik veel sicker. Okay. How's it looking? Wow. Miles Morales, congratulations and welcome to your very first super suit. Wat? Head up town for part 2 of this amazing gift. Maar wat is dit voor DIY kleuterklas knutsel? Sorry. Ik vind deze. Deze is gewoon zo sick. Ik vind hem echt sick. Yo, die ziet er lijp uit. En het Into the Spider-Verse pak. Yo, deze is zo vet. Ik ga deze 100% doen. Oké, okay, let's go. This is only half of the present. What's the other half? Wat? Wat is de andere? Oh, oh my god. Als je Into the Spider-Verse niet hebt gezien, ik suggest het echt, dat moet je echt doen. Maar dit ziet er echt exact hetzelfde uit. Kijk, het heet echt die soort comic shine. Dit is zo vet. Dit is zo vet. Ik geniet echt hard voor als je het nog niet door had. Hoppa. Wow, dat is echt vet. Dat is echt vet. Yo, hoe je daar doorheen gaat. Hoe je daar doorheen gaat. Mensen hebben ook al kerstverlichting, wat leuk. Oh, dit voelt toch sick. We zijn de enige echte Spider-Man. Miles Morales. Woehoe! Yo, sorry, ik hoef dit keer niet meer de metro te pakken. Dat hoeft niet meer. Nou, tenminste, het moet soms nog wel. Want soms heb je gewoon echt even geen zin om te slingeren. Is dit Roxxon Plaza? Oké. Okay. Ik vind het ook leuk. Op het pak zie je dat gegraffitied spider logo. Want als je dit ding hebt gekeken, weet je waarom. Dat is wel leuk. Oh my god, een hartaanval. New form reactor. This reactor will supply enough energy to power all of Harlem. Now, maar dit is New York, toch? Simon, how is that possible? Veel kracht hebben. Science. Oh, new form. En wat is dat dan weer, zeg maar, voor dat corporate ding? Just one canister of this revolutionary fuel source is enough to supply Harlem with clean, safe energy for the next 500 years. What? Soon, we'll be opening reactors throughout Manhattan, and then, worldwide. Nee. Get ready for a planet powered by Nuform. Roxxon, we're here for you. Dit is heel corporate en shady. Simon, ik denk niet dat veel mensen je vertrouwen. What was that? Daar wordt er ingebroken. Oh no. We kunnen hier wel naar binnen. Oké, het glas is gebroken. Maybe they were looking for something. I don't know. Oh, hier. Yo, ik kan niet wachten voor de stealth missions. Oh, nee, pas op.
Wat is dit voor budget Rhino? Ze hebben gear genakt. Ze hebben geen nieuw vorm genakt, maar ze hebben nieuw van gear genakt. Nee. Wat is dit? Ze kunnen wapens uit hun hand spannen? Nee. Oh, maar Spider-Man is er niet. Venom stoot, get owned. Kan die alleen maar met een Venom stoot? Volgens mij wel, want nu zijn zijn handen weg. Hoppa, in de lucht. Ah, oh, jullie zijn gewoon net zo noob. Hoppa. En woe! Oh, wie was dat nou met een gun? Met een gun, hoe? Jij gaat dood. En woop! Oh, hè? Huh? Hij ging niet dood. Oké, dat was een hele unsatisfying ding. Oh, oké, daar moeten we een Venom Stone doen. Is goed, dat is allemaal Gucci, allemaal makkelijk. Oh, even dodgen, even goed doen. En niet doodgaan. Hoppa. Makkelijker dan gedacht eigenlijk. Woe! Oké, de camera mag wel iets meer meewerken, doof. Oh, nee, ik heb mijn venomstoot gemist. Oh, oké, sorry, er is echt te veel. Als je een venomstoot mist, dan hou je hem. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ho, en woepoe! Yo, dat is zo vet. Alles gaat er kapot. Oh, daar moet ik eventjes een venomstoot doen. Oh, je kan er ook gewoon onder. Dat is eigenlijk gewoon letterlijk een shield. Maar je kan het ook met een venomstoot. Woepoe! Laat ik je even meenemen helemaal naar de nieuwe form reactor. Maar is dat wel veilig om die nieuwe form reactor daar te doen? Oké, laten we zo. Woe! Yo, hij wordt meteen unarmed. Dat is zo sick. Oké, even genezen. Oh, we zijn bijna dood. Op zich is dat niet echt een groot probleem. Dodge, alsjeblieft. Alsjeblieft, Miles, wat doe je? Oh, hoppa. En die kunnen we dan easy doen. Oh, en woe! De finisher vanuit de lucht. Oh. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is er gaande? Wat is er gaande? Maar ze kunnen ook helemaal springen. Wat zijn deze mensen sterk? Hoppa. Yo, mag ik ook naar binnen? Sorry, er is een spin on the loose. Woehoe! Yo, dit is echt sick. We slopen wel alles. Ik weet niet of die guy blij met ons blijft. Want we slopen zeg maar echt alles. Oké, okay, hoppa. Finisher. New form. Dat spul is in de reactor. Hoe weet hij wat new form is? Hoe weet hij dat? Oké, even concentreren. Oh, die Venom stoot. Die is zo sick. Hoezo? Hoezo? Ik dodge en het doet nog steeds mij damage. En daar word ik niet heel blij van. Oh, die moeten we even dodgen. Oké, oh, dit zijn zoveel enemies. Dit zijn zoveel enemies. Ik word lijp. Woepoe! Wow, even doortje. Oh, maar we kunnen echt bijna niemand doden. Of tenminste, het duurt super lang voordat ze dood zijn. Ze kunnen echt heel veel hitpoints. En bam, Venom Punch. Oké, okay, die is dan toch wel dood eindelijk, hoop ik. Hoe is die niet dood? Oh nee, het zijn hier nog een paar. Oh joh, dat is helemaal niet zo erg. Hoppa. Oh, ho. Hoppa, oh sorry, ho, ho. Oké, het gaat een beetje mis. Ik moet heel erg wennen eigenlijk. Want het begint meteen best wel moeilijk met allemaal nieuwe enemies. Oh nee, nee, dat is die bom. Dat is die bom. Dat is die bom. Dat is die bom. Oh, ik heb legit gedodged met de animation. De get wrecked, bros. Oh, wat? Dat heb ik legit nooit gedaan in de vorige Spider-Man. Dat terwijl iemand in de lucht is, kill je hem met webshooters. Ja, oké, die is beneden. Die is weg. New form real transfer plan. Oké, dit ziet er heel oncomfortabel uit. Dus dit is een plan om het te leveren. Ik denk dat hier iets achter zit. Yes. Okidoki, ga maar snel weg, want misschien vindt hij het toch niet zo leuk, de schade die je hebt gedaan. Oh, we gaan nu naar huis voor het kerstdiner. Oké, nou, laten we nog even swingen. Ik wil naar het hoogste gebouw. Oh, ik heb dat echt gemist. Hier hebben we de Avengers Tower. Ik wil de hoogste. Zat volgens mij onderaan de map. Of moet hij juist hierheen? Oké, no problemos, bro. Woo! Oh, dat zijn ook sneeuwschuivers. Wat sick. Oké, ik wil niet naar de missie, alstublieft. Haal me daar weg. Woo! Dit is zo leuk. Yo, zie deze laagvlieger skills. Woohoo! Yo, dit blijft...
Echt, hoe hebben ze die webslinging gemaakt? Echt een masterpiece. Of we hebben ook weer de misdaden natuurlijk. Oké, okay, dat is wel leuk. Ik ga denk ik hier afsluiten. Dus dan doen we zo en dan doen we zo. Woo! Dit is toch sick. Kijkers, smash even op die like als jullie meer van Spider-Man Miles Morales willen zien. Hou gewoon mijn YouTube kanaal in de gaten, want dit gaat gespamd worden. Het spijt me als je het niet leuk vindt. Zorg gewoon voor dat je het leuk gaat vinden.